Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe Lego Bouwers Challenge. Deze keer daag ik jullie uit om jullie favoriete teken, film of stripfiguur na te maken. En we kijken naar de inzendingen van de vorige keer. De vorige keer heb ik jullie gevraagd om je favoriete dier te bouwen. En ik heb een aantal leuke inzendingen gehad. We gaan even kijken. Voordat ik de winnaar bekend maak, heb ik een speciale vermelding voor het bouwwerk van Olivier. Olivier doet bijna elke maand mee met de Lego Bouwers Challenge en heeft deze keer een aap gemaakt die in een boom kan klimmen. De aap maakt zelfs geluid. Hoe gaaf is dat? Het winnende bouwwerk is van Balt. Wat ik zo leuk vond aan dit bouwwerk is dat de foto's van het bouwwerk een verhaaltje vormen. Balt heeft een bouwwerk gemaakt dat om de opgraving van een mammoet draait. Eerst ligt de mammoet nog onder de grond, maar het skelet van de mammoet wordt opgegraven en weer in elkaar gezet. Super tof! De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op. Iedereen heeft al een favoriete film, tv-serie of boek. En de personages uit deze verhalen kunnen uitgroeien tot jouw persoonlijke held. Mijn persoonlijke held is Donald Duck, want vroeger las ik elke week de Donald Duck. En ik keek heel veel Disney-tekenfilms. Ik ben benieuwd wat jullie favoriete personage is. Want ik wil jullie uitdagen om je favoriete personage te bouwen met Lego. Aan de hand van deze Lego Donald Duck ga ik uitleggen waar je allemaal op moet letten als je je favoriete personage namaakt. Deze Donald Duck heb ik van Lego gemaakt. En je kan hem heel goed herkennen en dat komt door zijn uiterlijke kenmerken. Ik heb gekeken naar de stripversie van Donald Duck. En deze heb ik nagemaakt. Je hebt bijvoorbeeld zijn matrozenpetje. En het stukje lint wat eraan hangt, die zie je hier ook heel goed. En hier dat stukje lint. Zijn snavel. Zijn matrozenpak met strik. Zijn platte poten. En zijn staart met veren. Die zie je hier aan de achterkant. Het is belangrijk dat je kijkt naar de uiterlijke kenmerken van het personage dat je gaat bouwen. Heeft hij bijvoorbeeld een grote neus? Of heeft hij een raar pakje aan? Schrijf alle bijzondere kenmerken op en probeer die na te maken. Iedereen die meedoet maakt kans op een leuk prijzenpakket. In dit prijzenpakket zitten verschillende prijzen waaronder deze Lego Donald Duck sleutelhanger. Als je wil meedoen, stuur dan een foto van je bouwwerk naar activiteiten@bibliotheekrijnenvenen.nl. Zet hem op social media met hashtag Lego Bouwers Challenge of stuur de foto via WhatsApp naar onderstaand nummer. Je kunt meedoen tot 20 juli. En de winnaar wordt bekendgemaakt in de volgende video. Ik zie jullie dan. Doei doei!